sports. It's in the game. Je kijkt naar de FIFA 20 Club Brugge Keremot. Mijn naam is Dweenster en dit is aflevering nummer 17. De twee wedstrijden die wij in deze aflevering gaan spelen zijn tegen Zulte Waregem en Bayern München. Bayern München is natuurlijk de tweede wedstrijd. We hadden de eerste wedstrijd gewonnen met 2-1. Dat was volgens mij een doelpunt in de laatste minuut. Zulte Waregem doet het niet goed, dus we moeten eigenlijk wel deze wedstrijd winnen, want anders wordt het gat gewoon te groot. We maken dus nog kans op de treble, maar zoals ik al zei, we moeten nu wel echt alles winnen in de playoffs om kans te blijven houden. Maar goed mensen, voordat we naar de eerste wedstrijd gaan, wil je dat deze serie zo lang mogelijk op mijn kanaal blijft? Vergeet dan niet om een duimpje omhoog achter te laten, dat is heel erg belangrijk. Ben je aan het kijken en vind je deze serie interessant, maar ben je nog niet geabonneerd? Waar ben je nou mee bezig man? Abonneer op mijn kanaal als je mij wilt blijven volgen. Vergeet dan niet om je belletje aan te zetten, want dan krijg je meteen een melding nadat ik heb geüpload. Ondertussen is Sanja verkocht aan Mechelen voor bijna 1 miljoen. Dus dat is lekker, dat is lekker. Sanja gaat dus spelen voor Mechelen volgend seizoen. De eerste wedstrijd van deze aflevering is een wedstrijd in de playoffs tegen Zulte Waregem. Deze wedstrijd moeten wij winnen. Wacht even, ik moet wel even kijken. Ik moet even wat kijken, want hoeveel dagen erna is de wedstrijd tegen bij München? Ja, 3 dagen weer. Alles, elke keer 3 dagen, dat is... Oké. We moeten dus deze wedstrijd winnen, dus ik ga niet al te veel veranderingen plaatsen. Want we hebben natuurlijk ook nog eens een voorsprong tegen Bayern München. Dus, Dennis gaat eraf voor Mitje van Bergen. Van Jammer gaat eraf voor, even kijken, Van Aken. Van Aken gaat een linie naar voren, Vormer gaat een linie naar achteren. Balanta wil ik eigenlijk ook rust geven, maar jawel, we doen het. Gravenberg mag daarvoor in de plaats. En voor de rest, Mechelen mag spelen voor Delhi, zodat Delhi voor de wedstrijd tegen Bayern München op een top fit is. En de bank ga ik zo laten. Dus voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem spelen wij met Mignolet op doel, Rika als linksback, Mechelen en Cabasele als centrale verdedigers, Mata als rechtsback, Gravenberg, Vormer en Van Aken op het middenveld, Van Bergen als linksbuiten, Diatta als rechtsbuiten en Openda in de spits. Maar. Dit moet ik even omwisselen. Ja. Van Bergen zijn zwakke benen is 5 sterren en Van Diatta weet ik veel. In ieder geval hij is gewoon een rechtspoot en dat is gewoon beter voor hem. 4 minuten ultiem. We spelen thuis Jan Breda Stadion. De wedstrijd tegen Zulte Waregem gaat beginnen. Welkom bij de wedstrijd tegen Zulte Waregem. We spelen thuis. Dit is natuurlijk een wedstrijd in de playoffs. We hebben de Croky Cup gewonnen. Heerlijk. Dat voelt echt heerlijk. Maar het smaakt naar meer. We kunnen ook nog eens de Jupiler Pro League winnen. We kunnen ook nog eens de Champions League winnen. Dat klinkt nog steeds gek. Hoe vaak ik het ook zeg. Dit is de stand. Wij staan op plek 4. Het gat met Royal Antwerp FC is 5. We hadden het kunnen dichten naar 2. Maar goed, wat gebeurde er? Ja, we verloren. Dit is Larin. Hij heeft echt gezicht. Gruwelijk. Gruwelijk. Ondanks dat Zulte Waregem het niet goed doet in de playoffs. In ieder geval, ze staan laatste volgens mij. Hebben ze wel de playoffs bereikt. Dus we mogen ze niet onderschatten. Maar ik doe het wel. Dit zijn de 11 voor Club Brugge. We wachten even op de 11 voor Zulte Waregem. Dit zijn ze. Even kijken. Ja, Larin is dus in bloedje vorm. Dus we moeten Larin in de gaten houden. Ze spelen in een 4-5-1 formatie. Het is tijd om te beginnen. De wedstrijd tegen Zulte Waregem in de playoffs. Bjordal. Bjordal heeft te veel ruimte. Bjordal heeft te veel... Dit is Larin trouwens. Hij moet in de gaten houden. Bruno. En die voorzet komt niet aan. Maar ze hebben wel... Nee, geen corner. Lekker. Rika. Cabasele naar Mata. Mitje van Bergen moet rennen. Mitje van Bergen die rent niet. Mensa. Dat is voor... En dat Diatta, Diatta! 1-0, wat? Ja, dat is echt geluk. Dat is echt geluk. Dat is echt geluk. Die keeper van Zulte Waregem deed dat helemaal niet goed. Die had hij uit moeten tikken, maar dat deed hij niet. Dat deed hij totaal niet. Wat deed hij dan? Ja, ja, ook een beetje geluk. Want Diatta was gewoon op de goede plek. Goede tijdstip. Je weet wat ik bedoel. 1-0 voor Club Brugge.
dit is het begin wat we nodig hebben. Govea aan de bal. Hier is Bjordal. Hier is een 1-2'tje. Dat lukt. In het midden hebben wij nog een speler. Ja, dit is hetzelfde als net. We hebben de bal. Nee, hoezo gaat het fout? Oh, we hebben geluk. Ondanks dat wij de bal hadden. Even kijken. Hier hadden wij... Oké, buitenspel, maar kunnen jullie even laten doorgaan? Waarschijnlijk niet. Ja. Voor me gaat binnendoor. Diatta draait lekker weg, hè. Hey, dat schot was niet goed van Diatta. Jammer. De foul. En dat is voor Openda. Dat is een probleem voor Zultewaardigen. Want als hij op een rechte lijn is, hoort hij sneller te zijn. En dat is de overtreding van Govea. Maar de scheidsrechter denkt dat het gewoon een schouderduw is. Misschien was het ook een schouderduw. Ik weet het niet. Diatta op Van Bergen. Wat is dat voor aanname van Mitchell Van Bergen. Hopeloos uit vorm. Maar we hebben wel de voorsprong van 1-0. Dat is lekker. Mata geeft hem op Mitchell Van Bergen. Van Bergen. Van Aken is dat trouwens. Wat doet Van Aken daar? Ja, slechte... Oh, wacht. We hebben de bal nog. Rika, lekker gedaan. Dat is een paas die moest gaan naar Vormer. Ja, oké. Einde aanval. Mensen aan de bal. Mensen naar Sek. Sek. Geeft hem op Demir. Demir geeft hem op Larin. Larin geeft hem naar Mensa. En afgelopen. Counter. Countertje nu. Counter. Ruud Vormer moet opgeven aan Mitje van Bergen. Dat doet hij ook. En deze paas is netjes. Gravenberg verliest hem. En kan hij hem winnen? Hij wint hem. Lekker. Wat gaan we doen nu? Gravenberg moet de voorzet gaan geven. Dat is een mooie paas. Openda, wat doet hij nou? Gaat voor eigen kans. Diatta stond goed. En vrij en open voor de paas. Larry moet ons stoppen. Oké. Bruno gaat hem terugkrijgen. De foul. Hij gaat hem inderdaad terugkrijgen. Larin moet ons stoppen. Wat er ook gebeurt. Ik ga Larin in de gaten houden. Hoeft niet eens. We hebben een counter. Mitje van Bergen. En... Die paas komt wel. Afgelopen, jongens. Diatta 2-0. Wedstrijd afgelopen. Diatta met zijn tweede, volgens mij, van de wedstrijd. Mitchell van Bergen, ja, hij is echt op zoek naar zijn vorm. Maar dit doet hij dan wel weer goed, want... Even kijken. Ja, oké. Viel op zich wel mee. Als hij deze had verpest, ja, dan moet ik natuurlijk gewoon Vlietink erin zetten. Maar Vlietink is volgens mij niet eens op de bank. Tweede doelpunt voor Diatta. Wedstrijd is voorbij, dus ja... Lekker begin van deze aflevering. Hier is Mensa. Met een beetje geluk nog steeds aan de bal. Mignolet met de redding. En daar is Mitje van Bergen. Goed gedaan. Mitje van Bergen kan geen snelheid maken. Dat is opvallend. Rika op, even kijken, Mata kan hem geven op Vormer, op Openda, die moet hem terugkrijgen, ja dat moet hij goed doen. Dat is een doelpuntje, Diatta met de hat-trick, man van de wedstrijd is Diatta. Logisch natuurlijk, als je een hat-trick maakt ben je sowieso man van de wedstrijd. Pendekap naar binnen, geeft de paas aan Diatta en die nummer 12 daar, wie is dat? Timoteu of zo, in ieder geval, hij laat Diatta gewoon gaan en ja, Diatta is gewoon slim genoeg daarin, hè.
3-0. En een schot van Sek. Ik was gewoon even aan het kijken naar die aanval van Zultewaardigem, want we kwamen gewoon niet aan te pas. Ik kon die bal niet eens aanraken. Maar wel een zwak schot van Sek was dat volgens mij. Ja. We hebben hier Gravenberg. Oh ja, Gravenberg was die andere. Gravenberg geeft hem. Benteke, Benteke, Benteke. Komt er net niet. Oeh, bijna een foutje. En de wedstrijd is afgelopen. We winnen met 3-0. En Diatta is de man van de wedstrijd. En hier mag hij natuurlijk de wedstrijdbal ophalen. Diatta, lekker gedaan. Merci de vous livrer à la traditionnelle séance de questions d'après-match. Voilà, c'est tout. Merci encore. Die wedstrijd tegen Zultewaardigem was alles waar ik op hoopte. We kwamen totaal niet in de problemen. We hadden totale controle en we scoorden genoeg zodat we ons niet zorgen hoefden te maken als we een tegendoelpunt maakten. Dus we zijn nog één wedstrijd verwijderd voor een plek in de finale van de Champions League. We hebben dus de wedstrijd tegen Zultewaardigem gewonnen. Dus dat zou de spelers heel veel goeds hebben gedaan. En de sfeer is goed. Dit zijn de 11 voor de wedstrijd tegen Bayern München. Dit zijn niet de 11. We gaan even wat doen, want Openda moet eraf voor Okereke, helaas. En de rest ga ik gewoon even zo laten staan. Ik denk dat het wel voldoende is. Van Bergen gaan we wisselen voor Vlietink. Gravenberg krijgt zijn rust. Moet wel. Mechelen neem ik wel mee, of Kozunu? Ik denk eerder Mechelen. En Van Aken mag denk ik ook wel mee. Ja, want Van Aken doet het wel goed, dus we hebben hem misschien wel nodig als het zeg maar... Stel je voor dat het fout gaat. De halve finale. We zijn nog één wedstrijd verwijderd. We hebben een voorsprong van 2-1. We spelen thuis. 4 minuten ultiem. Jan Bredo Stadion is uitverkocht. Ja, we zijn zo dichtbij. We staan voor met 2-1. Dit is de return tegen Bayern München. Ik heb het al te vaak gezegd. We zijn zo dichtbij de finale van de Champions League in seizoen nummer 1. Dat is gewoon niet normaal. Dat is gewoon echt niet normaal. Dit is hoe het eruit ziet. Oké. Barcelona en Atletico Madrid staan gelijk. Toch? Ik zag het goed, toch? In ieder geval mensen, hartstikke bedankt voor het kijken. Dit is de wedstrijd tegen Bayern München. Victor Wanyama heeft geel, dus hij staat waarschijnlijk op scherp. Victor Wanyama, die wil ik niet missen. Als we de finale bereiken, hebben wij Wanyama wel nodig. Dus we gaan met Wanyama toch een stukje rustiger spelen. Want zoals ik al zei, we hebben hem gewoon nodig. We wachten even op de 11 van Bayern München. Eerst nog even een foto. Ik vraag me af of ze de formatie gaan laten zien van Bayern München. Want ze maken foto's. Oké, we wachten. We hebben geduld.
En dit zijn de 11 voor bij München. En volgens mij is er niet veel veranderd. Even kijken op de bank. Nee. Coutinho gewoon op de bank. Rakitic op de bank. Taal op de bank. Alaba op de bank. Waarom Alaba? Alaba hoort op de start als linksback. We gaan beginnen. We gaan beginnen. We zijn maar één wedstrijd verwijderd van de finale plek. Gnabry aan de bal. Gnabry gaat er denk ik wel langs gaan. En ze hebben de bal. Hoezo hebben ze de bal? Müller. Alan aan de bal. Kunnen we hem afstoppen? Ja hoor. We hebben Vormer. Diatta! Jongen. Je had geschiedenis geschreven. Je had geschiedenis geschreven met dat doelpunt. Wat een actie. Hij had niemand nodig. Hij deed alles zelf. Diatta is in, op tijd. Op tijd in vorm. Dennis aan de bal. Okereke geeft hem terug. Dennis aan de bal weer. Prachtig gedaan. Okereke. Wow! Dat had er moeten zijn, Okereke. En ze blijven gewoon aan de bal. Perisic is er langs. Dit is een probleempje. Perisic, we houden hem. Dat is... Ja, dat is achter. We hebben geluk. Mooie 1-2'tje. Komt er met een beetje geluk langs. Diatta is in zo'n vorm dat hij echt gewoon een beetje arrogant wordt daar. Müller. Müller krijgt hem bij Perisic. Müller is zo langzaam, maar op een of andere manier lijkt het alsof... positiespel van Bayern München. Goretzka gaat er langs proberen. Lewandowski mag de bal niet krijgen. Over. Dat is, ja, ik wist het. Hoppa! En daar is het doelpunt. Jongen, ondanks die sliding, hebben ze gescoord. We zijn zo dichtbij een plek in de finale, maar houd het sprookje hierop. Wat? Hier verloren wij de bal, maar op zich, kijk, die sliding, hoezo? Hij fout niet niks, niet eens aangeraakt gewoon. Goretzka met het doelpunt en helaas. Prachtige actie van Dennis. Vormen. Aangeraakt. Ai, ai, ai. We moeten ze in de gaten houden. Oh, ik heb het heel goed gedaan. Daar is Coutinho. Die houdt hem natuurlijk. Tuurlijk houdt hij hem binnen. Rakitic. Alan. We moeten de bal gaan krijgen. Want anders gaan ze die bal zo lang vasthouden dat we geen kans maken. We hebben Robertson daar in de hoek. En bijna hadden de bal, maar nog steeds niet. Diatta. Nee, ze houden de bal gewoon toch binnen. Ik denk dat ze gaan scoren en het is afgelopen. Daar is het doelpunt. Coutinho en Mignolet houden ons in de wedstrijd. Oké, we hebben nog een kans op de gelijkmaker. Maar ik denk het niet. Ik denk dat ze gaan scoren. Zo voelt het wel. Het voelt alsof ze gaan scoren. Coutinho. Goed gedaan van Balanta. Alan. Ja, dat kan toch. Ongelooflijk. Ze hebben nog steeds de bal. Dennis komt er niet voor. Lewandowski en weer Mignolet. Dit is de volgende kans in 30 seconden tijd. Ja, ze gaan scoren. Het is bijna zeker. We krijgen gewoon de bal niet. Diatta. Moet. Waarom? Lewandowski is sterker dan? Oké. Müller. Perisic weer aan de bal.
Jongens, dat doelpunt gaat komen. Nee, we hebben gewoon... Wow, er is een kans. Dennis, dit keer niet langs Kimmich. Ah! Rakitic. Lewandowski. Was dat Lewandowski of niet? Maakt niet eens uit. Ze houden die bal zo lang bij zich. We hebben gewoon geen kans om een doelpunt te maken. En daar is bijna de 2-0. En dan was het helemaal afgelopen. Wanyama op Diatta. Dit is een paas. Geen buitenspel. Dit is de paas. Finale of niet? Finale of... Schule! Is dat geen... Rakitic. En dat is de laatste kans. We gaan niet door naar de finale. Ofwel? Ofwel? Heb ik het helemaal fout? Heb ik het weer helemaal fout? Wacht even. Wij hebben 2 doelpunten gemaakt in München. Hun hebben maar 1 doelpunt gemaakt in Brugge. We gaan gewoon door. We hebben gewoon de finale bereikt. Ik ben zo ongelooflijk dom. Jongen. Ik moet even mijn excuses gaan aanbieden. Want ik dacht dus dat wij waren uitgeschakeld. Maar we gaan het opnemen tegen Atletico Madrid. Want Barcelona is verslagen door de Madrilenen. Geen Frenkie de Jong, geen Messi, geen Suarez. We gaan tegen Atletico Madrid. Wauw. Club Brugge tegen Atletico Madrid. Dat is gewoon de finale van de Champions League. In het eerste seizoen. We hebben het gehaald in seizoen nummer 1. We zitten nog steeds in de race voor de treble. Je suis avec l'entraîneur qui accepte gentiment de répondre à nos questions. Merci beaucoup pour votre disponibilité. We hebben de finale van de Champions League bereikt. En dat betekent natuurlijk dat we geld krijgen volgend seizoen van de Champions League. 12 miljoen komt er bovenop. En dat is wel echt lekker. En dit is de nieuwe stand in de playoffs. Royal Antwerp FC staat op plek 1 met 48 punten. Ze hebben dus niet verloren. Wij staan op plek 2 met 43 punten. Dus dat doen we goed. Als we, ja, ik weet niet. Volgens mij gaan we nog een keer tegen Royal Antwerp FC. De volgende aflevering gaan we tegen Royal Antwerp FC. En tegen Genk. Dus we kunnen het gat dichten naar 2 punten. Jongens, we kunnen gewoon de treble winnen in het eerste seizoen. Ik ga het gewoon hierbij laten. Dit is gewoon te gek voor woorden. Ik wil sowieso iedereen bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Wil je dat deze serie zo lang mogelijk doorgaat op mijn kanaal? Vergeet dan niet om een duimpje omhoog achter te laten. Dat is heel erg belangrijk. Ben je aan het kijken en vind je deze serie interessant, maar ben je nog niet geabonneerd? Waar ben je mee bezig, man? Abonneer op mijn kanaal om mij te blijven volgen. Vergeet dan niet om je belletje aan te zetten. Want dan krijg je meteen een melding nadat ik heb geüpload. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ja, we hebben 1 prijs binnen. De Croke Cup. We zitten in de finale van de Champions League. We gaan opnemen tegen Atletico Madrid. Ik vind dat wel een betere tegenstander dan Barcelona. Want natuurlijk Messi, als hij aan de bal is, dan is het afgelopen. Ja, en we hebben natuurlijk nog zicht op het kampioenschap in de Jupiler Pro League. Kampioen van België. De Croke Cup. Champions League. Alles is mogelijk. We hebben 1 prijs binnen. Er zijn nog 2 te gaan. Hartstikke bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering. I'm out.